nieuwe video. Vandaag weer een nieuwe zoektocht. Dus we gaan gewoon beginnen. Het is lekker weer. Let's go! Nou, ik heb nog niks gevonden, maar wel een stukje, of niks van metaal, maar wel een stukje van een bord. Dus dat is wel, of van een schoteltje denk ik. Dus dat is wel heel leuk. Oké, hier moet het in zitten. Dus ik ben benieuwd wat het is. Van een stroomdingetje denk ik. 50 volt. Geen idee. Rommeltje. Jammer. Oké, hier moet het in zitten. Maar wat zou het zijn? Iets kleins. Heel kleins. Ah, nou ben ik het weer kwijt, hè? Irritant. Heb je? Nee, ik ben het kwijt. Ik liet het vallen volgens mij. Hier is wel weggeraakt ofzo. Dan ligt het ineens hier. Hier zit het in. Hier zit het in. Waarschijnlijk een troepje. Zit ik al die moeite te doen voor wat? Voor een troepje. Fantastisch. Jeetje Mina, alweer een troepje. Nog niks fatsoenlijks gevonden. Hij ligt hier gewoon aan het oppervlakte. Dus even kijken wat het is.
denk een kwartje. Ja, een kwartje. Uit. Moment. Ik ga hem even schoonmaken. Nou, ik kan nog geen jaartal herkennen, maar er staat Juliana op. Dus volgens mij is het dan geen zilver. Maar wel een muntje, leuk. Mijn eerste muntje vandaag. Joehoe! Is het? Een stukje lood, denk ik. Nou, dit is het volgens mij. Wauw. Fantastisch. Nou, dan gaan we weer eens even kijken of we nou iets leuks kunnen vinden. Oké, hier zit het in. Oh, ik denk een stukje lood. Helaas. Nou, we hebben een heel mooi signaal. Zien jullie hem? Ik denk weer dat het een muntje is. We gaan hem even eruit halen. Maar het zou ook iets anders kunnen zijn. Zoals ik al zie nu. Ah, ringetje. Ha, jammer. Ik dacht echt dat het een muntje zou zijn. Ah, jammer zeg. Maar wel leuk. Wel gevonden. Wel weer iets gevonden. Hierin. Weet je, blijft niks van over. Hier zit het in. Daar komt ie. Hey, een gesp. Yes. Dat is leuk. Die heb ik hier nog niet gevonden. Wauw, dat is echt gaaf. Leuk. Volgens mij is deze best oud. Hij ligt het hieronder. Maar wat is het? Geen idee. Misschien ergens een dop van. Ik heb echt geen idee wat het is. Ik denk dat het iets van ijzer is gewoon. Een klein knoopje. Dus dat is wel heel leuk. Die heb ik nog niet gevonden. Op naar de volgende. Oké, volgens mij
Zien jullie het? Volgens mij is het een munt. Ja, we gaan voorzichtig eruit halen. Geen idee wat voor munt, maar zoals ik altijd zeg, ik ga hem thuis schoonmaken, want ik wil hem niet verprutsen. Dus dan komt de foto in beeld. En de volgende vondst, weer een kogelhuls. Er staat wel tekst op, maar ik kan het nu nog niet lezen. Ik ga het nog even proberen, maar dat is lastig. Top! Oké, wat hebben we hier in de kluit? Een musketkogel volgens mij, die iets geraakt heeft. Want hij is plat aan één kant. Leuk! Wacht, ik hoor niks. Het ligt wel aan het oppervlak inderdaad. Ik heb het raar ingesteld. Deze is niet fijn. Sorry. Een troepje. Weer een knoopje. Dat vind ik wel leuk. Ik denk een koperen knoopje. Zien jullie het goed? Ja, het waait een beetje hard, dus daarom sta ik zo, anders hebben jullie last van de wind. Leuk. Oké, het moet hier in de kluit zitten. Oké, hij moet hierin zitten. Sorry. Ah, daar is het. Is het een muntje? Zien jullie hem? Oh, het is zo donker. Maar hier is hij, de munt. Top. Gaan we eens even kijken of we kunnen zien wat voor munt het is. Ik denk het niet, want ik doe echt voorzichtig met schoonmaken. Ik heb een paar keer gehad dat ik hem niet meer kon lezen, dus vandaar. Ik ga even kijken of ik hem schoon kan krijgen. Moment. Nou, er is wel iets zichtbaar op, maar thuis nog even verder schoonmaken. Erg leuk. Top. Volgens mij heb ik weer een muntje. Oh, het waait zo hard. Of nee, geen muntje. Helaas. Het leek even op een muntje. Jammer.